de Noord-Hollandse hond. Wie mag zich de mooiste hond? Ja, en ik zie hier twee mensen aan tafel die op het puntje van hun stoel gaan zitten. Mom, zit hij erbij? Nou, zullen we, even naar hem kijken? Nou. Die moeten elkaar gewoon een keer ontmoeten. Ja, lijkt me leuk. We gaan straks naar een foto. Oh, kijk, daar hebben we een foto. Wat een prachtige... Ja, nou ja, de mooiste hond van Noord-Holland. 1 maart, het voelt misschien nog wat ver, maar dan begint het broedseizoen. En als dat start in de Schorrelse duinen, dan moeten honden na een half jaar vrij rond te hebben gelopen weer aangelijnd worden. En om hondenbezitters hier op een leuke manier op te wijzen, is Staatsbosbeheer op zoek naar de leukste hond van Noord-Holland. Als de honden in het voorjaar aan het lijntje moeten, worden er reminderspandoeken geplaatst met daarop dus die leuke hond. Hondenbaasjes kunnen hun beauty nog tot 28 januari opgeven. Wie wordt er gekozen tot de allerleukste hond en wordt de opvolger van de vorige winnaar Pleun? Wij zijn op zoek naar de leukste hond van Schorrel voor de aanlijncampagne van 2024. Omdat het belangrijk is dat vanaf 1 maart de honden weer aan de lijn gaan. Nou, er begint het broedseizoen en er zijn vogels zoals een nachtzwaluw die op de grond broeden. En als er elke keer loslopende honden voorbij komen, dan kunnen die verstoord raken. Pleun heeft vorig jaar meegedaan aan de campagne omdat wij de boodschap heel erg mooi vonden. We genieten van de Schorrelse duinen en nou ja, met deze campagne hopen we dat nog veel langer te kunnen doen. Ja, kom maar. We kregen heel veel bekendheid, in eerste instantie van vrienden en familie. Maar Pleun werd ook met name herkend door mensen vanuit het dorp, vanuit de omgeving. Dus veel faam. Niet smakken. Ook dit jaar zijn we weer op zoek. En we zien dat er veel aandacht voor is en dat steeds meer mensen ook weten waarom een hond aan de lijn moet. En daar zijn we heel erg blij mee. Ja, we hebben inmiddels ook een foto van uw hond, mevrouw Moorman. Even kijken of we die al in beeld. Moses, kijk. Ach, die kan ook zo meedoen. Ja, maar zeker. Kunnen wij nu, absoluut de mooiste hond. Kunnen we nu de studio uit om meteen ons aan te gaan melden? Ja. Ja. Nou, inderdaad. Ik zal het doen. Ga u gelijk aanmelden. Wie weet. Dan terug naar Tanja. Ja, er trekken nog...